Ik had al een paar jaar het idee om een hostel te starten. En het, wat me daar dan niet van aansprak was eigenlijk het vastzitten op één plek. Want ik ben vaak op reis, dus ik hou er niet van om vast te zitten. En toen dacht ik, wat als je dan een hostel op wielen start? Dat is eigenlijk nog toffer, weet je wel. Dan kan je zelf op reis terwijl je je hostel aan het runnen bent. Is het je droom? Nou, het is mijn droom voor nu, zeker. En dan gaan we naar boven. Op de bovenverdieping komt de slaapzaal. Dus we komen hier eigenlijk stapelbedden. 3 stapelbedden en 1 losbed voor onze 7 gasten. En achterin, waar Lisa nu zit, daar komt een muurtje achter en dan komen onze hosts om te kunnen slapen. Ja, we moeten allemaal ons vrachtwagenrijbewijs gaan halen. Maar dat vind ik misschien nog wel de grappigste uitdaging. Van, ja, wanneer zie je nou 4 meiden die even besluiten om een vrachtwagenrijbewijs te gaan halen? We hebben geen keus, want iemand moet die bus gaan besturen. Alleen juist is dat ook wel een goede stok achter de deur om weer eens zoiets geks te doen. 3 van ons die werken inderdaad in de evenementensector. En we waren dit idee dus al vanaf december 2019, had Sassit een beetje in haar hoofd. En uiteindelijk zijn we rond februari, maart gaan kijken naar bussen. En toen kwam inderdaad corona. En toen dachten we, we hadden een bus gevonden en er was ineens tijd. Dus toen dachten we, 2 dingen samen, dan moeten we het nu al gaan doen. Hoe uniek is dit, wat jullie doen? Nou, in Nederland is het sowieso heel uniek. We zijn de enige in Nederland die dit doen. In Europa we hebben we wat research gedaan, maar heb je wel wat vergelijkbare projecten. Dus er zijn ongeveer 4 andere hostelbussen, waarvan er geen 1 een dubbeldekker is overigens. Dus wat dat betreft zijn we heel uniek. Maar er zijn in België is er 1, in Spanje is er 1, in volgens mij Portugal zit er ook 1, maar dat is het. Dus het is vrij uniek. Ik liep vanochtend hier langs de bus en toen dacht ik, we gaan hiermee rijden zometeen. Dat is wel... soms is het nog niet helemaal voor te stellen dat we het ook echt gaan doen. Maar ik heb er wel heel veel zin in als dat eenmaal zover is.